Ik zit nou zo ver in iets waar ik zelf niet meer uit kan komen, waar ik nu wel meer uit kan redden. Geen enkele psycholoog, geen enkele opvang, niemand kan mij gewoon meer redden, want ik zit gewoon nu helemaal, tot hier zo zit ik gewoon erin. Ik ging op mijn bed liggen en er was op een gegeven moment een hele duidelijke stem die zei tegen mij op een gegeven moment van joh, André, wat doe je nou? We gaan liggen, helemaal niet. Je gaat je douchen, je gaat je scheren, je gaat je genezing halen. Dus ik als een speer gaan douchen, gaan scheren, wat gaan eten. En zo ben ik naar de genezingsdienst toe gegaan. Thuis, ja, werd er ook gewoon gezegd, ja, liever dood gereden dan dat ik mocht leven. Ik heb toen ook op mijn 18e jaar bij mijn eigen gehard op de muren. Ik heb gewoon op muren geslagen, net zolang dat ik niks meer voelde. Daarbij zei ik ook altijd gewoon, joh, ik wil helemaal niks meer voelen. Ik haat liefde. Niemand die kan me gewoon meer raken. En zo ben ik eigenlijk opgegroeid. En ik weet nog heel goed, toen ik in de horeca ging werken de eerste avond, toen vroeg mijn chefkok aan mij, wat wil jij drinken? Geef mij maar chocomel. Ja, daar was het niet mee eens. Hij zei van, joh, je wil een kok worden, dus ga gewoon bier drinken. Toen werd mij eigenlijk het eerste biertje werd er eigenlijk maar aangeboden. En in het vervolg ging ik toen op een gegeven moment bij een ander restaurant werken. En dan werkte ik zo ontzettend hard dat ik op een gegeven moment onderuit ging. En die man die gaf mij een half glas cola om eigenlijk een beetje bij te komen. Toen bleek hij dat hij daar ook cocaïne in had gedaan. En ja, ik vond het zo lekker dat ik dat eigenlijk ook goed vond. En ik meet op een gegeven moment in die tijd dat die eigenaar die zat echt wel in de criminaliteit. Hoop geld, mooie auto's, mooie vrouwen in die tijd. Was ook al onder indruk van pistolen en dat soort dingen. Op dat moment ging ik het leven in. Heel veel drinken, veel cocaïne gebruik. Gebruikte in die tijd ook nog anabolen. Ik zit nou zo ver in iets waar ik zelf niet meer uit kan komen, waar ik nu wel meer uit kan redden. Geen enkele psycholoog, geen enkele opvang. Niemand kan mij gewoon meer redden, want ik zit gewoon nu helemaal tot hier, zo zit ik gewoon erin. Ik rook echt de dood om me heen. Soms was het ijs en ijskoud om me heen, helemaal donker. Ik ben al zoveel uren ben ik wakker. Ik heb al nachten niet geslapen. En ik ging op mijn bed liggen. En er was op een gegeven moment een hele duidelijke stem. Die zei tegen mij op een gegeven moment van, joh, André, wat doe je nou? We gaan liggen. Helemaal niet. Je gaat je douchen, je gaat je scheren, je gaat je genezing halen. Dus ik als een speer gaan douchen, gaan scheren, wat gaan eten. En zo ben ik naar de genezingsdienst toe gegaan. Nou, Tom die was aan het bidden voor mensen met rugklachten. En ik was zo aan een beetje aan het kijken. En totdat hij echt een woord van kennis kreeg. En Tom die zei, vertelde het, ja, die riep gewoon iets in de zaal van, joh, er zit hier iemand die een zware drugsverslaving hebt. Waar je zelf niet uit kan komen. Je hebt een drugsverslaving waar je niet vanaf komt? Waar zit die persoon? Nou, en ik werd omhoog getrokken, ik werd naar voren getrokken. En op dat moment werd er voor me gebeden. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En Tom die bad echt van dat het uit mijn systeem zou komen, uit mijn lichaam. Dat ik nooit meer iets zou kunnen gebruiken. Ik weet nog wel dat ik als een rietje stond te trillen. En ik voelde echt gewoon de aanwezigheid van God. Ik voelde gewoon echt dat er iets helemaal vanuit mijn systeem eruit werd getrokken. Maar vanaf dat moment ben ik gewoon radicaal helemaal gewoon veranderd.